Op de verschuurstraat in Breda is zondagmiddag een 61-jarige vrouw aangehouden. Ze wordt ervan verdacht dat ze minstens 27 auto's heeft bekrast. Buurtbewoners vertelden de politie dat de vrouw op meerdere adressen had aangebeld met het verzoek of ze een kopje koffie kon krijgen. Dat werd haar op alle adressen geweigerd, met als gevolg dat ze boos zou zijn geworden. Vervolgens constateerden buurtbewoners dat er diverse auto's in de straat bekrast waren. De vrouw werd als verdachte aangewezen omdat ze dicht langs de auto's was gelopen. Niemand had haar echter zien krassen. Toch heeft de politie de vrouw, die met haar 200 door Breda zwerft, aangehouden.